Roda. Tip van mij, kijk altijd bij de mannen. Dit is dus geen look. Een Tommy Hilfiger gewoon. Ja, dit gaat niet helemaal goed, denk ik. Maar ja, weet je. Oh my god. Ik ben echt verliefd. Het is heel groot. Hey, wat superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik met Jasna. Hi. Wij zijn in Gouda. En ik ben hier nog nooit gaan kringlopen. Jij wel? Nee. 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 Dus. Nee. Nee. En vandaag zijn we dus in Gouda. En we gaan naar Noppes. Ik heb een hele grote tas meegenomen. Met allemaal dingen die ik weg ga doen. Die gaan we daar zo eventjes inleveren. Eerst. Voordat we hier naar binnen gaan, weet je? Hè? We geven en we nemen. Hey, de circle of life. We zijn er. En we beginnen gelijk bij de kleding, want we staan midden in de kleding. Trouwens, daar is een heel gedeelte home nog. Dus hij is echt groot. I love it. Leuk. Jas, kijk hoe leuk. Een jumpsuit, maar ik denk echt te groot. Wel. Zo mooi, hè? Heb je deze gezien? Oeh. Ik zie net deze. En ik zei net tegen Jas en van... Zeg maar, I love the boho vibe. Maar het is raar dat die soort van hier... Ja, soort van niet doorloopt of zo. €5. Ik ben hier een beetje aan het kijken. En ze hebben echt allemaal best wel schattige... dingetjes. Ze hebben ook veel schoenen. Dus gaan we zo even kijken. Oh, en daar is ook nog home, jas. Ja, ik zag het. Gaat het goed? Het zit allemaal in elkaar. Jasna is druk aan het zoeken. Ik ben druk aan het zoeken. Ik zit ook echt bij een kleur te zoeken die ik nooit draag. En waarschijnlijk ook nooit ga dragen. Rood. Like... Het staat mij gewoon niet rood. Ik ben dus niet naar iets specifiek op zoek, maar dit is Cool Cat vibes. Ja. Ben je nog wel vroeger? Oh, kijk deze. Als je nog een legging wil. Super mooi. Van ASOS. 4,50. Ik draag alleen nooit zeg maar, dit soort broeken en blauw. Dus nou ja. We gaan het meemaken. We gaan het meemaken. Supermooi. Hij lijkt wel nieuw. Gewoon helemaal nieuw. Ja, dat is nieuw. 4,50, hè? Ik zou passen. Ik weet alleen inderdaad niet wat ik hiervan vind. Nee, ik pas wel. Als ik het niet pas, moet jij dat passen. Tip van mij. Kijk altijd bij de mannen afdeling. Ze hebben hier echt super mooie spullen. En Jasna vindt net een Tommy Hilfiger gewoon. Maar 7,50. Super mooi nog. Sowieso alle spullen die we hier. Ja, alle spullen die we hier zien zijn echt nog super mooie kwaliteit. En ja, gewoon top gewoon. Oh my god, staat ze er nog op? Weet ik niet. Hier zo. Nee. Oh nee. Jammer dat die echt te groot is. Zeg maar, kijk of we niet een €100 in zetten. Ik heb net deze super mooie blouse gevonden en het staartje echt geweldig. Echt een mooie blouse. Zo is echt mooi. Oh, is er wel een vlekje op? Nee. Kijk eens. Waar? Kijk eens. Of is het een gat? Is gewoon een vlek. Dus kan je gewoon ophalen. Oké. Wauw, echt mooi. Ja. Zo, dit is echt een look, hè? Dit is echt een look. Moet je even zien. Dit is een look. Hij is echt zulke mooie kwaliteit. Volgens mij zie je het niet eens op camera, maar... De kleur zit een beetje roze ook achter. Ja. Kijk, hij is een soort van heel mooi stofje of zo. Ja, je ziet het wel. Oh, ja, man. Mooi, ja. En ik vind het leuk dat hij zeg maar zo oversized valt. Ja. Oké, ik denk dat dit te groot is. En ik weet dat Roosje zegt dat het te groot is. Ja. Oké. Nee. Nou, dit is dus geen look. Nee, weet je wat lelijk is? De binnenkant. De binnenkant, hè? Ja. Maar de Oh nee, god no, hell no. Ja, dit gaat niet helemaal goed, denk ik. Maar ja, weet je. We hebben besloten om eerst even onze kleding te passen. Oh my god. En daarna door te gaan naar de home dingen. Dus toppie. Ik vond deze echt super mooi. Ik was bang dat hij te groot was, maar hij is echt
perfect. Nu ziet het een beetje gek uit met mijn broek, want nu is alles baggy. I love it. Oh my god. Wat een mooie stof, hè, jas. Oeh. Het is eigenlijk gewoon een blouseje, maar voor mij is het dus een soort van jas. Hij is maar 5 euro trouwens. Ja, zie je. Ja, maar wanneer ga ik dit dragen? Ja, dat is echt super mooi. Ja, het is wel chic. Ja. Maar ja. Ooit, wanneer ga ik Maar hoeveel is hij dan? 4 euro. Sorry, maar hij staat je echt geweldig. Like, are you kidding me? En kan je niet aan als je bijvoorbeeld een... sorry, maar die blouse staat geweldig. Letterlijk, hier staat hij mooi, hier staat hij mooi. Hij is helemaal niet zo te groot, weet je. Hij is perfect. Oké, sorry. Ja, hij is wel mooi, hij is wel mooi. Maar heb je niet op een verjaardag? Of ja, weet je wel, als je naar zoiets gaat. Maar als je het niet gaat dragen, kijk even aan het einde hoeveel je hebt. En dan... Ja. Nou, deze blouse neem ik echt... For sure. For sure. Oh, leuk is deze blouse. Heel cute. Ik kan hem ook gewoon in mijn broek doen, maar... Ik heb echt best wel een baggy broek aan, dus ik vind het een beetje gek. Ja joh, tuurlijk. Heel mooi. Wat vinden jullie ervan? Mijn idee was dus om deze mannenblouse als jurkje te doen. En nu de achterkant kan het dus wel. Maar de voorkant is het dus net te kort. En ik vind het wel jammer, want het is echt een hele mooie blouse. Het kan niet. Het is wel echt een look hoor. Oh, I love it eigenlijk. Jammer dat hij zeg maar aan de voorkant iets te kort is. Ik vind hem oprecht heel mooi. Ik vind hem oprecht heel mooi. Ja. Weet je wel? Van... Nee. Oh, ik vind het zo jammer. Kijk hoe leuk. De achterkant. Stel even, ik moet iets pakken uit de winkel. Nou, daar ga je al. We gaan niet. Nee, maar kijk. Hier gaat gewoon iets mis. Ik zag nu dat best wel veel van die lange shorts. Maar nee. Trouwens, Jasna gaf echt een geweldig idee. Biker shorts. Biker shorts zwarten eronder. Amazing. 6 euro. Echt mooie kwaliteit ook. Hier is echt veel beter licht. Maar dit is echt zo'n suede rokje. En hij staat echt heel mooi. Niet met dit, maar... Pretty. Ja, man. Ja, echt heel mooi. Ja. Waar is hij van? Van de Sting of zo? Ja, van de Sting. Ik heb nog 2 rokjes. Dit spijkerrokje, best wel een beetje wat langer. En zo'n leren rokje. Ik denk niet dat het me staat, maar wie weet. Oh, is hij kapot? Oh. Oh. Nou, doe maar weg. Maar hij waist. Hij is wat langer. Ik dit. Wow. Ja. Nice. Ja. Die is ook mooi. En deze maar 2,50. Ik dacht dus dat deze een beetje te kort was, maar hij staat heel mooi eigenlijk. En alleen dit gaat een beetje naar buiten. Ik heb de ASOS-broek aan. Maar hij is zo strak. Ik kan dit maar wel doen, maar dan kan ik gewoon niet ademen. Dus ja, jammer. Ja. Verder wel een mooie broek, maar echt te strak. Nou, dit is hem niet. Kijk, hij staat hier wel. Hij past hier mooi, maar... Mama die is ook nog wijnglazen, dus dat gaan we even zoeken. En een lampenkap, die ze kan... vermaken. Maar ik zie hier geen lampenkap, behalve die. Echt een beetje een rommelhok dit. Ik zie net deze super mooie lampen. Hoe heet dit? Jasna, lampen onder? Lampen ding, zeg maar zonder bovenkant. Deze bank is maar 35 euro. Echt super nice. Wacht, als we even verder laten zien. Maar dit, ik weet niet waarom, ik ben echt verliefd. Ik weet niet waarom. Ik vind hem echt super mooi. Ja, dit is echt mijn stijl. En ik wil zeg maar zo'n soort kleurbank. Hij is 7,50, maar ik weet dus niet of hij het nog doet. Maar hoe weet je of dit werkt? Meestal werkt het wel. Wauw. En ik heb deze voor mama gevonden, ik kan ze hem eraf halen denk ik. Maar ik weet niet zeker. Nee, het is helemaal gestikt. Nee, dat gaat niet. Dit is een beetje terracotta kleur. I love it. Het is heel groot. Pretty, pretty, pretty. Ja, zelfs deze bank is echt nog wel gewoon nieuw bijna. Hoeveel is deze?
85. Want normaal bij kringlopen zitten altijd wel vlekken op. Of altijd wel. Nee. Dus als je nog een bank zoekt. Dit is gewoon nieuw. Ja, dit is gewoon nieuw. Dan mensen het weg doen. Oh mijn god, hoe cute is dit tafeltje. Oh my god. Hou op met mij. Hoe cute. Deze stoel. Oh, wow. Love. Echt een mooie stoel. Ja, echt mooi. Nou, deze ook. 9 euro maar. Ja, niet normaal. Niet normaal. Dit? Wat echt een leuke kringloop, hè, dit. Er is boven nog meer, jongens. Jasna is er even klaar mee. Maar we moeten plassen, we hebben honger. Het is allemaal niet zo. Wauw, wat een mooie lamp. Even kijken. Wauw. Heel groot. Even kijken voor wijnglazen. Deze. Inmiddels ben ik weer thuis. En ik zag een aantal reacties bij de vorige kringloopvideo's dat jullie het leuk zouden vinden als ik uiteindelijk zeg maar laat zien wat ik heb gekocht. Dus bij deze. Allereerst vond ik de kringloop echt super leuk. Ik ben eigenlijk nog nooit naar een Noppes geweest die niet leuk is. En weet je, als je naar een nieuwe kringloop gaat is het toch altijd anders. Maar deze was groot. En er was dus ook nog een bovenverdieping. Veel kleding. Ook best wel veel homespullen. Boven zaten dus glazen en zo. En beneden waren meer de meubels en dus de kleding. Wat ik zeg maar chill vind aan Noppes is dat ze vaak goede kwaliteit kleding hebben. En dus geen kleding met echt vlekken of beschadigingen, zeg maar. En dat zie je bij sommige kringloops natuurlijk nog wel. Dat vind ik wel heel erg fijn aan Noppes. Daarnaast hebben ze ook best wel veel goede kwaliteit kleding. Dus ook echt merken en zo. Dus deze in Gouda. Ik zal even de website en het adres eventjes hier in de beschrijving zetten. Was echt een aanrader. Ik vind het zo leuk. Volgens mij zijn we er echt 2 uur gebleven. Ik had nog wel iets langer willen blijven omdat de bovenverdieping goed te kijken. Maar uiteindelijk heb ik daar 4 wijnglazen voor mijn moeder gekocht. En dat zijn dus van die kristallen glazen. Dus zeg maar deze. Ze lijken op deze die ik in ieder geval heb. En die van haar zijn dus iets groter. En die waren maar 1,50. Dus daar heb ik er 4 van gehaald. Nou, allereerst heb ik dit mooie spijkerrokje dus gehaald. Die ik al in de paskamer liet zien. En hij is echt nog helemaal mooi. Ook echt fijne kwaliteit. Dus deze. Ik heb daarna nog dit rokje gehaald. En hij is van de Sting. En deze was ook echt nog helemaal mooi. Leuk, leuk, leuk weer. Dus die heb ik gehaald. Daarnaast heb ik toch nog de blouse gehaald. Want Jasna kwam dus met het geweldige idee om gewoon bikershorts eronder te doen. Dan is het gewoon opgelost. Ik draag eigenlijk zelf amper blauw. Het enige blauwe is eigenlijk dit. En dit is dan ook nog eens donkerblauw. Want dan zie je niet echt dat het blauw is. Deze worden veel in Duitsland verkocht. Derzeit niet verfoekbaar. Nou, geen idee. Hij zit echt super chill. Dus ik ben er echt heel erg blij mee. En uiteindelijk ook nog dit super mooie spijker jasje. En ja, het is eigenlijk gewoon een blouse, maar voor mij is het gewoon een jas. Het is van het merk Tested. En het is een XL. Ik ga deze echt zo leuk combineren. Ik weet het echt al helemaal. Dit wordt een look. En deze mango blouse. Deze is bruin met beige. Dus heel nice allemaal. En ik heb natuurlijk nog de lamp gekocht. Ik was echt gelijk gewoon verliefd op die lamp. Ik wil heel graag een terracotta kleur bank. En ik weet niet, het is echt zo'n eyecatcher, zo'n lamp. Dus ik denk qua lampenkap weet ik dus niet helemaal welke kleur er mooi bij zou passen. Maar ik denk beige. Dus mocht u nog online op Instagram bij zo'n online kringloop een beige lampenkap vinden. En ik ga natuurlijk ook nog verder op zoek naar een lampenkap. Ik vond dit heel erg geslaagd. Ik ben natuurlijk maar naar 1 kringloop geweest. Maar ik ga zeker terugkomen naar Gouda. Want het is dichtbij Rotterdam. Dus ik zag dat in Gouda nog een paar leuke zaten. Dus daar gaan we snel weer heen. Ja, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Onderin staat ook nog een playlist met al mijn andere thrift video's. Ook vind je daar mijn podcast.
Nou ja, van alles. Dus check vooral ook eventjes de beschrijving. En ja, laat in de reacties weten waar ik de volgende keer heen moet. Ik zag dat jullie heel veel suggesties hadden. Dus die gaan we allemaal eventjes checken. Echt super leuk. En hou ook mijn Instagram in de gaten. Want ik houd ook online closet sales van kleding die ik dus niet meer aandoe. Dus houd het ook vooral in de gaten mocht je mijn kledingstijl leuk vinden. Dus ik zie jullie weer in de volgende video. Doei! Hoi! Wat leuk! Great intro! Great intro. En Focus. Wie dat is. Ik doe niet eens iets, maar maakt niet uit. Oh shit. Oh my god. Helemaal niet dat er een noppen...